Remco, ja, van uit België. Waar kom je precies vandaan? Uit Limburg, uit Maasmechelen. En jij houdt van crossen? Ja, ja, ik hou wel van crossen, maar het is vooral als voorbereiding op het zomerseizoen. Ja. Hoe lag het parcours er vandaag hierbij? Ik vond het, ja, het was redelijk modderig. Normaal ben ik er niet zo goed in, maar vandaag zaten mijn benen toch wel vrij goed. Dus, maar alleen op het laatste heb ik denk ik iets te laat mijn sprint ingezet. Maar voor de rest vond ik het heel goed. Iets te laat een sprint inzetten, kostte dat nog een plaatje? Ja, ik denk toch dat ik misschien nog tweede had kunnen worden. Als ik iets eerder was vertrokken, denk ik toch. Ja. En wat maakt dat? Wist je een beetje wat je van de Nederlandse tegenstanders kon verwachten of had je geen idee? Ja, ik heb 2 jaar geleden Tilburg gelopen. En vorig jaar had ik ook het Hollands kampioenschap gelopen in Kerkrade. Dus die 2 wat voor me waren, die kon ik toch wel van die wedstrijden. Ja. Had eigenlijk wat meer Belgische atleten verwacht. In de andere categorieën was het vooral Nederlanders die er waren. En waarom zo weinig Belgen, denk je, dit keer bij de Masters Cross? Ja, dat zou ik echt niet weten. Normaal kwam ik ook niet, maar omdat ik een paar weken gekwetst was aan mijn rug, heb ik vorige week Hanuit niet kunnen lopen en daarom ben ik naar hier gekomen. Maar waar de andere Belgen zijn, dat zou ik echt niet weten. Ja, richt jij je nog op Belgisch crosskampioenschap? Ja, ik heb volgende week is het provinciaal, daarna het Vlaams en dan het Belgisch. Dus dat zijn wel de crossen die ik wat nu gaan komen. Ja. Welke is dan voor jou het belangrijkst? Ja, het Belgisch dan toch. Ja. Wat wil je daar gaan doen? Ja, omdat ik eerste jaar ben. Eerste jaar junior. Ja, hier eerste jaar jongens A dan. Ja, top 10. Denk toch wel dat ik daar tevreden mee moet zijn. Ja. Wie vind jij de tofste Belgische atleet? De tofste Belgische atleet? Dat is een atleet, hè. Dat is Manuela Sokol. Want ze traint ook met mij. Dus dat is wel de tofste, ja. Wat maakt Manuela zo tof? Ja, ze is altijd heel enthousiast. En klaagt nooit over de trainingen en zo. Dus het is een heel, heel fijne trainingspartner. En ze loopt inmiddels heel ver, hè? Lange afstanden, marathon. Ja, ze lopen nu marathons. En ook, ja, ze is nu bezig voor de Olympische Spelen. Tot nu toe is ze geselecteerd. Dus ja, ik hoop wel dat ze het gaat halen. Ja, ga jij ook ooit naar de marathon? Tot nu toe, nee, dat denk ik niet. Maar ja, ik weet nooit wat ik later ga doen, hè. Dus,